Nou, ik denk, alles bon dia. Dank u wel dat wij hier ook mogen zijn. Wij hebben, ik denk, al een hele lange tijd een goede warme band. De bemanning die kan zich prima vermaken op Bonaire. Ja, en ik denk dat we nu ook het voordeel hebben dat we, denk ik, de pandemie zoals die gaande is slim hebben aangepakt. Waardoor we beide kunnen spreken dat we coronavrij zijn. Dus is die combinatie ideaal voor ons. De missie van de Zeeland, wat is dat? Nou ja, wij zijn hier als stationsschip. Dus wij zijn de Majesteit Groningen afgelost. Zodat zij onderhoud kan krijgen in Nederland. En onze taken zijn eigenlijk nu het ondersteunen van de kustwacht in het Caribisch gebied. Waarbij we dus bijdragen aan de veiligheid op zee. En moet u denken aan de maritieme grensbewaking. Maar we zijn ook gereed voor de search and rescue als dat plaatsvindt. En uiteraard met het aankomende orkaanseizoen zijn we ook uitermate geschikt voor het leveren van noodhulp, mocht dat nodig zijn. De grens ligt zo'n beetje bij Sint Maarten, eigenlijk nog wel wat verder op zee. Maar als je kijkt naar ons operatiegebied, dan strekt dat zich echt uit vanuit Sint Maarten en hier uiteraard Aruba, Bonaire, Curaçao. Nou ja, wij dragen bij aan de maritieme grensbewaking. En daar hoort inderdaad bij dat we een oogje in het zeil houden en illegale immigratie tegengaan. Ja. Ja, daar assisteren wij de lokale autoriteiten mee door preventief rond te varen in de hoop dus dat mensen niet eens de oversteek willen wagen. En dat we dus op die manier de eilanden zo veilig mogelijk houden. Nou ja, in principe, wij hebben ook op dit moment de luxe van dat de Karel Dolman in het gebied vaart. En dat betekent dat we op zee ook brandstof kunnen laden. Dus daarvoor hoeven we eigenlijk niet naar binnen. Als je gaat kijken naar verse voeding, ja, dat hebben we ruim 2 weken aan boord. Maar ja, daarna kunnen we over op blikgroente, laat ik het zo maar zeggen. Dus daar kunnen we het echt wel heel lang volhouden. En dat kan echt wel richting een maand gaan. Ja, tegen die tijd heeft de bemanning af en toe wel behoefte aan rest in recreation, zoals we dat noemen. En daarvoor liggen we nu echt perfect op Bonaire. Ja, dat is uitstekend. Ik heb zelf kitelessen gevolgd. Gaat nog niet helemaal perfect, dus we moeten misschien nog wel een keer terugkomen. Maar het feit dat we ook al gebruik kunnen maken van de horeca, en mensen hebben scooters kunnen huren, mensen zijn wezen duiken. En dat alles in achtneming met de beperkende maatregelen van het social distancing. Ja, ik denk dat we dat heel goed hebben kunnen regelen op Bonaire en dat het echt een prima stap is om te kijken of we op deze manier meer gasten op het eiland kunnen toestaan. Ik denk dat dit een prima pilot is geweest, waarbij we hebben gekeken met een kleine groep, want we zijn maar met 80 man, ja, of we op die manier, of dat goed gaat en of op zo'n manier of we dan terugkomen naar het nieuwe normaal. Waarin we kijken dus of het toegestaan is, of het dat mogelijk is dat meer gasten op het eiland terecht kunnen komen. Voordat we in Nederland zijn vertrokken, hebben we in thuisquarantaine gezeten, 7 dagen lang. Toen is iedereen naar het schip gekomen en toen hebben we op het schip inderdaad streng geleefd met die 1,5 meter. Dat betekende dus dat we op aparte tijden gingen eten, niet meer iedereen tegelijk. Maar na 10 dagen hebben we dat afgezwakt. En hebben we ons eigen, uitgebreide medische staf, zijn we coronavrij verklaard. En dan zit met die 7 dagen quarantaine aan de voorkant, zoveel dagen op zee, hebben we dus echt 14 dagen lang in quarantaine gezeten. Ja, inmiddels is dat nu al 1,5 maand. En waardoor we ons beschouwen als één grote familie. Dus wij zelf nu aan boord leven weer eigenlijk zoals normaal. Want op zo'n schip kun je niet op elke plek optimaal functioneren met 1,5 meter ertussen. Ik bedoel, we hebben ook een helikopter. Ja, die twee vliegers die zitten echt naast elkaar. Dus dat kan gewoon niet anders. Maar we hebben ons daar in het begin zeker echt streng aan gehouden, ja, klopt. Ja. Ik kan niet sluiten zonder vragen. We hebben een politieke situatie op Venezuela. Veel mensen zien deze schepen in het Caribisch gebied en ze hebben vragen. Hebben jullie iets te maken met die situatie op Venezuela? Nee, we hebben daar eigenlijk niks mee te maken. In zoverre, je moet ons echt zien als een stationsschip van het Caribisch gebied, wat hier gewoon altijd vaart. Wij zorgen voor een permanente aanwezigheid van het stationsschip. Nou, in dit geval is dat nog voor 2 maanden Zijne Majesteit Zeeland. Wordt afgelost door Zijne Majesteit Groningen. En zoals ik u zei, onze taak bestaat echt uit het ondersteunen van het Caribisch gebied kustwacht. Maar we zijn natuurlijk wel uitgebreid getraind om eventueel bij te staan als nodig mocht zijn. Maar dan moeten we echt denken bijvoorbeeld aan noodhulp, hè, na bijvoorbeeld een orkaan. Maar goed, we zijn ook geschikt om bijvoorbeeld non-combatant evacuation operations uit te voeren. We kunnen ook heel veel mensen vervoeren en mensen weghalen. Stel dat er Nederlanders zijn of Bonaireanen of Arubanen, Curaçaonaars op Venezuela die weg moeten en er wordt niet meer gevlogen, ja, dan zouden wij dat ook kunnen doen.
Maar wij zijn echt niet hier vanwege de eventuele spanningen die zouden zijn tussen Venezuela en de landen. Nee, absoluut niet. Wij kijken echt onwijs, ik kijk echt terug op een goed havenbezoek van Bonaire. Maar zoals ik u zei, het was een pilot om te kijken of het kan, of het mogelijk is om geleidelijk aan steeds meer gasten op het eiland toe te laten. Dus we gaan dit ook evalueren. En als uit die evaluatie blijkt, nou, dan komen we echt graag nog een keer terug. En misschien is een volgende stap wel dat bijvoorbeeld Zijne Majesteit Karel Doorman hier kan afmeren. Dus wij hopen echt hier terug te komen. We zijn een beetje verliefd op het eiland.